Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er zijn nog nu nog opklaringen boven Nederland, maar er liggen dikkere wolken klaar ten zuidwesten van ons land die onze kant op komen. En dat betekent dat de bewolking dikker wordt en dat de kans op buien in de loop van de ochtend van het zuidwesten uit ook begint toe te nemen. De wind waait krachtig langs de kust, in het binnenland is de wind matig en daarin verandert vanmiddag weinig. De buigheid neemt wel toe, waarbij de meeste neerslag waarschijnlijk in het zuidwesten van het land valt. Het wordt uiteindelijk maximaal zo'n 13 of 14 graden, dat is wat mager voor de tijd van het jaar. In de avond nog altijd een paar buien, misschien zelfs een klap onweer in het noordwesten van het land. En langzaam wordt het in het binnenland wel droger, zeker in de loop van de nacht. Maar morgen gaan er opnieuw buien vallen. In het binnenland zullen die in de loop van de dag ontstaan. In de kustgebieden komen ze al wat eerder voor. Maar later op de dag wordt het dan wel weer droger. Dan komt de zon ook beter tevoorschijn. Wordt het 14, lokaal misschien 15 graden. Het begint de wind tijdelijk iets af te nemen. Vrijdag dan opnieuw wisselvallig weer. Met eerst nog wat zon, later weer buien. En in de avond kan het wat langer regenen in het noorden van het land. Ook zaterdag valt er in het noorden nog een enkele bui. Zondag ook op andere plaatsen. En tegelijkertijd loopt de temperatuur op naar 20 graden of zelfs iets meer. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.